Allemaal bij deze engelenboodschap voor woensdag 21 februari 2024. We gaan kijken wat er voor vandaag uit mag komen. En ik ga proberen om die engelenboodschappen per dag inderdaad wat korter, wat bondiger te doen. Directe boodschappen. We gaan beginnen met een kaart van het sterrenlicht-orakel. Neem alleen datgene mee wat resoneert. En we hebben als eerste kaart: je bent niet alleen. Afzondering, fysiek contact en de maatschappij. En ik ga deze boodschap er voor jullie bij nemen. Je bent niet alleen, universum. Wat is de boodschap voor woensdag? Hoe ouder de ziel is, des te meer trekt ze zich terug. Veel sterrenlichten en oude zielen hebben genoeg aan hun eigen gezelschap. Het alleen kunnen zijn, kunnen ze nodig hebben om weer energie te krijgen. Het stelt ze in staat om weer in contact met hun ziel en de energiebronnen te komen, vooral als ze niet erg actief zijn en het wortelchakra te veel gesloten is. Of als ze het moeilijk vinden om menselijk te zijn. Veel sterrenlichten trekken zich liever terug dan tijd aan een zinloos gesprek of een zinloze relatie te besteden. Maar we moeten bedenken dat we niet alleen in het leven staan. Mensen zijn groepsdieren en we hebben allemaal de liefde, het gezelschap en steun van anderen nodig. Zowel emotioneel als fysiek. In de steeds groter wordende online wereld kunnen we meer contact met anderen hebben en ons toch eenzamer voelen en meer alleen dan ooit. We weten nog weinig over de invloed van social media op onze geest, terwijl zoveel mensen iets van ons weten. Welke invloed heeft dit op ons aura? Eigenlijk zijn we voortdurend in gesprek en toch missen we het echte contact met de maatschappij. De belangrijkste boodschap van deze kaart is dat je erop uit moet en fysiek contact met anderen moet maken. Als het nodig is, weer nieuwe energie opdoen, maar je niet aan de samenleving onttrekken. Je kunt vrienden of familie die in de buurt wonen opzoeken of afspreken. Regelmatig met iemand te gaan wandelen. Op welke manieren kun je jezelf openstellen voor de mensen in je omgeving? Voor de mensen die je echt kent? Vraagteken. En dan sterrenlicht zielenvraag. Op welke manier kun je in je leven iemand echt bereiken? Dus je openstellen voor fysiek contact is de boodschap voor aankomende woensdag. En onder op het dek van de Soul's Journey, en dit zijn affirmatiekaarten, hebben we de kaart discipline. Ik kan bereiken waar mijn gedachten naartoe gaan, wat ik in mijn hoofd zet. Datgene waar ik aan denk, kan ik ook bereiken. Datgene waar ik aan denk, kan ik bereiken. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Welke affirmatie voor woensdag 21 februari 2024? Woensdag 21 februari 2024. Wat is de boodschap? Wat is de affirmatie die wij mogen ontvangen? Passende bij woensdag. We hebben overgave, surrender. Ik kan mijn verlangen om de controle in handen te houden loslaten. I can release my need to control. We hebben vriendschap. Ja, dat is passend bij de kaart. Je bent niet alleen, we hebben vriendschap. Ik begrijp dat een vriend in mijn leven is voor een reden. Dus ja, zoek dat fysieke contact. Als je inderdaad wat hebt afgesloten van je omgeving of van sociale contacten. Dan hebben we als laatste kaart de kaart vrijheid. Ik bezit de kracht en de vrije wil om mijn eigen geluk te creëren. En onder op het dek hebben we verandering. Ik begrijp dat niets kan groeien of zich kan ontwikkelen zonder beweging. Dus wil je verandering aanbrengen in je leven, dan zul je inderdaad ook de juiste beweging in gang moeten zetten. En je hebt, ja, de kracht en de vrije wil om je eigen geluk te creëren. Dus ik zet hem hier erlangs. We gaan de tarotkaarten erbij nemen. Ik heb onder op het dek een hele mooie krachtige kaart. De krachtkaart, leeuwenergie. Dit kan ook een kaart zijn van wat terughoudendheid. Dit kan ook een kaart zijn van moed, durf hebben om een stap te zetten. Maar dit is ook een boodschap van het universum. Je hebt die innerlijke kracht. Je hebt de innerlijke kracht om door situaties heen te komen. Ja, om je ergens doorheen te slaan. Het kan ook te maken hebben met lief zijn voor jezelf. Compassie. Vergeving.
En niet alleen van jezelf, misschien ook van een ander als dat van toepassing is in je situatie. Maar we hebben dus kracht onder op het dek liggen. Wat is de energie voor woensdag 21 februari 2024? Universum, wat is de energie voor woensdag 21 februari 2024? Wat mogen we ontvangen? Wat zijn de boodschappen? Wat kunnen we verwachten? Wat is de energie? Wat is de energie voor woensdag 21 februari? De magier, wauw. Ja, ik kan datgene bereiken wat ik in mijn hoofd heb. En dat is precies wat deze magier doet. Manifesteren. En dit kan een hele goede tijd zijn voor je om te manifesteren. Je hebt alles in huis om datgene te bereiken wat je wil. Om je wensen uit te laten komen. De magier gebruikt al zijn tools op een wijze manier. En dit is gekoppeld aan de planeet Mercurius. Tweeling, maagdenergie. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor woensdag 21 februari. Ja, de staven 2. Het kan staan voor een kruispunt waarop je staat. Het kan te maken hebben met ja, datgene wat je wil manifesteren. Een andere richting uitgaan. Maar het kan ook te maken hebben met inderdaad gelijkgestemden. Het kan zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden om bepaalde situaties of personen achter te laten met die staven 2. Plannen maken. Dit is vooral een kaart van plannen maken. Universum. Wat mogen we nog meer ontvangen voor woensdag 21 februari 2024. Woensdag 21 februari 2024. De doodkaart. Oeh, dus twee van de drie kaarten zijn grote arcana kaarten. Wat staat voor grote transformaties, grote veranderingen. En met de doodkaart sowieso. Dit is de kaart van de transformatie, de kaart van de verandering. Omarm die verandering is ook een boodschap van het universum met deze doodkaart. Onder op het dek hebben we de pentakels 4. Die energie van vast blijven houden, maar ook een energie van wijze keuzes maken. En dit is iemand die zijn energie terughoudt. Iemand die de dingen voor zichzelf houdt. Teruggetrokken. En ja, je bent niet alleen. We hebben hier nog een kaart die staat voor een einde. De doodkaart kan ook staan voor een einde van een situatie, maar veelal ja, voor een transformatie, een verandering. En een bepaald hoofdstuk kan afgesloten worden met die wereldkaart. En dit is iets succesvol afsluiten. De lessen zijn geleerd, de cirkel is rond en je bent klaar voor een nieuw hoofdstuk, een andere richting. En datgene wat je in je hoofd hebt, kun je dus ja, manifesteren. En het kan ook zijn dat je op dit moment of woensdag inderdaad nieuwe creatieve ideeën zult krijgen. Want we hebben hier ingevingen, een doorbraak met de aas van zwaarden onder de wereldkaart. Inzichten krijgen, keuzes maken, stappen zetten. En de keizerin, wat ook te maken heeft met een nieuwe start, is koesteren. Nieuwe creatieve ideeën, nieuwe zakelijke plannen voor sommigen van jullie. Het heeft allemaal te maken met een nieuw begin en daarop actie ondernemen. Je lessen die je geleerd hebt in het verleden meenemen. Ik zie het oordeel. De aas van pentakels en de kelken 8. Ja, het is tijd om datgene waar je aan hebt vastgehouden met die pentakels 4 los te laten. En ook te vertrouwen op je gevoel. Want die pentakels is een hele praktische energie. Het is iemand die zijn emoties binnenhoudt. Universum, waarom ligt hier die 4 van pentakels? Dus probeer je inderdaad te verbinden met het wortelchakra. Je gevoel. We hebben de kelken aas. Nieuw begin. Liefde. Geluk met de kelken aas. Waarom ligt hier de pentakels 4? En je twijfelt misschien om actie te ondernemen. Want we hebben hier allemaal kaarten met de pentakels 4 en de staven 2. Van iemand die wel over de dingen nadenkt in het hoofd. Plannen maakt, maar nog niet direct uit zijn schulp treedt en die actie onderneemt. Ook de magier heeft te maken met ja, het verstand, het denken, maar ook communicatie. Waarom ligt hier die pentakels 4? Universum, de pentakels 4. Nog één kaart. De pentakels 7. Ook weer een kaart van wachten, reflectie. De kijken, wat heb ik geïnvesteerd?
Wat is het resultaat? Wat zijn mijn volgende stappen? De magier. Wat gaat mij mijn geluk brengen? Wat gaat me blij maken? Welke veranderingen moet ik aanbrengen? Waarom ligt hier de magier? Zwaarden 4. Een kaart van inzicht te krijgen. Door je rust te nemen, door te herstellen. Door je terug te trekken. Ja, en dit is die energie waar je waarschijnlijk in hebt gezeten. Of in zit momenteel nog met die zware 4. Het kan ook een energie zijn van je niet zo lekker in je vel voelen. Mentaal uitgeput zijn. Meer slaap nodig hebben. Iets houdt je bezig. In je hoofd vooral. Waarom ligt hier de magier? Maar ik heb het gevoel dat er bepaalde inzichten gaan komen. Dus het kan zo zijn dat je morgen, en voor sommigen kan het wat eerder, wat later zijn, bepaalde inzichten gaat krijgen. Om een situatie van conflict te verlaten. Om naar kalmer vaarwater te gaan met die zwaarden 6. Om een situatie te creëren die meer rust brengt voor je. En het is mogelijk. Als je daaraan twijfelt, het is mogelijk. Universum, waarom ligt hier de staven 2? Ja, de pentakels 2. Het is nog een 2. Waarom ligt hier de staven 2? En dit is een kaart van balans. De balans terugvinden. Waarom ligt hier de staven 2? Je kunt ook een bepaalde keuze je daarvoor afsluiten als het ware. Of inderdaad dit uitstellen, iets uitstellen, blijven wachten. Niet overgaan tot actie omdat je bang bent dat er te veel op je, ja, op je dak komt eigenlijk met die pentakels 2. De pentakels 2 is iemand die heel veel verschillende dingen tegelijkertijd kan balanceren. En het goed doet, daar succesvol in is. Maar een nieuwe situatie of een idee of een plan wat je hebt, iets waar je aan denkt, dat zal ook meer balans brengen. Waarom ligt hier die staven 2? Maar het kan zijn dat je bang bent voor een bepaalde verandering met die doodkaart. Waarom ligt hier de staven 2? De kelken 5. Een teleurstelling. Nog steeds je down voelen, nog steeds rouwen over iets wat niet is gelopen zoals je graag had gewild. Met de kelken 5. Vast blijven houden. Aan het negatieve, aan wat er mis is gegaan. En het is nu tijd om datgene, ja, te reflecteren, hierop te reflecteren en het mee te nemen. Als een les en als een zegening. Het kan ook zo zijn dat je blijft vasthouden aan bepaalde negatieve ervaringen, teleurstellingen die je hebt meegemaakt en daardoor niet verder komt. En het allemaal heel zwaar ziet. En een andere mindset en een andere focus is belangrijk. Niet blijven hangen in een slachtofferrol. En dat klinkt dan heel negatief, dat bedoel ik niet negatief. Maar niet blijven hangen, niet blijven vasthouden aan alles wat je is aangedaan. Maar inderdaad vooruitkijken. Hoe kan ik de situatie veranderen? Waarom ligt hier de doodkaart, universum? Waarom ligt hier de doodkaart? Aas van zwaarden, en die zagen we net ook al onder op het dek. Ja, dit is die helderheid. Het kan ook communicatie zijn die er binnenkomt. Het kan zijn van een tweeling of een maagd. Iets waardoor je meer rust voor jezelf kunt creëren, een idee. Universum, waarom ligt hier de doodkaart?
ook zijn dat een moederfiguur je een bepaald advies geeft. Ja, sorry, er wordt hier gewerkt. Ik hoop niet dat het heel erg stoort. We hebben de kelken 7. Ja, de dingen hangen in de lucht. Maar je hebt wel heel veel dromen, ideeën waar je over na aan het denken bent. Maar ook weer die kelken 7 is nog niet voldoende informatie hebben om een keuze te maken. Maar onder de doodkaart met die aas van zwaarden zie ik inderdaad dat het wel gaat gebeuren. Er gaat een grote transformatie plaatsvinden. Waarom ligt hier die zwaarden aas? Het oordeel. Ja, en het oordeel kan ook staan voor aha. Ja, dat is het. Een aha moment wat je zult ervaren. Maar ook het verleden speelt weer een rol bij deze kaart, het oordeel. Dit is een vernieuwing. Een wederopstanding. Kijk, en deze mensen staan in kisten, in doodskisten. Maar dit is die kist, dit is eigenlijk het verleden. En de ruimte boven de kist, de andere helft van het lichaam eigenlijk, staat in de huidige situatie naar de toekomst toe. Kijk, en deze mensen reiken naar boven. Nieuw leven, een grote verandering, ook een aha-moment wat er komt. Universum, waarom ligt hier die aas van zwaarden? Want in je hart weet je wat er moet gebeuren, wat er moet veranderen. Maar dat is wat je voor jezelf eigenlijk een beetje hebt geblokkeerd met die pentakels 4. En je wil je hart beschermen. Je wil de controle in handen houden. En je bent misschien bang voor wat er gaat komen. Universum, waarom ligt hier de aas van zwaarden? Geef je over. Ik kan mijn verlangen om de controle te willen blijven houden loslaten. Aas van zwaarden. Aas van zwaarden, universum. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Voor sommigen van jullie ga je echt een heel duidelijk besluit nemen. Aas van zwaarden wordt verklaard door het oordeel en de zwaarden 7. Dus de zwaarden 7, dit kan ook zijn het allemaal niet meer weten, mentaal. Het allemaal niet meer helder zien. En dit ligt, ja, die aas van zwaarden is een kaart van helderheid krijgen, ingeving krijgen, een strategie bepalen kan het mee te maken hebben. Het kan ook te maken hebben met situaties waarvan je weet, dit is niet goed voor me. Je kunt te maken hebben met oneerlijkheid, oneerlijke mensen, situaties waarin oneerlijkheid plaatsvindt. Maar dit is ook een boodschap van het universum, zeker naast het oordeel. Ben eerlijk naar jezelf. Dus het is echt het tegenkomen van jezelf. Een, ja, zoals ik zei, een wederopstanding. Ook met die doodkaart, een wedergeboorte. Eerlijk zijn naar jezelf. Inzicht krijgen in dingen waar je tot op heden hebt afgesloten. Of wat gewoon niet helder was. Of waar je bang was om een keuze te maken. Het kan ook een emotionele rollercoaster zijn met die kelken 7. Het niet weten. Terwijl je in je hart weet wat je te doen staat. Ja, en dan onder op het dek hebben we een schildknaap van pentakels. Dus het kan informatie zijn die er naar je toe komt. Het kan letterlijk informatie zijn die er naar je toe gaat komen. Maar dat kan ook lessen zijn die je leert in jezelf. Dat heeft te maken met leren. Nieuwe informatie krijgen. Een nieuwe start. Een nieuw begin. Iets wat leidt tot stabiliteit. Iets wat betrouwbaar is. Een frisse nieuwe start. Het omarmen van een verandering. En het kan ook een boodschap zijn. Het kan ook iets zijn wat je letterlijk aangereikt gaat worden. Maar er is iets wat je balans zal brengen. Waarom ligt hier die kelken of die zwaarden 6, universum? Die zwaarden 6. De sterkaart. Ja, kijk.
En maak contacten, communicatie met die magier. De zwaarde 6 is een kaart waarop iemand hulp krijgt om naar een meer vredige, harmonieuze plek te gaan. De sterkaart, een kaart van wensvervulling, een kaart van healing. Naast, ja, onder die zwaarde 4 ook een kaart van healing terugtrekken. Ja, na een moeilijke periode of na een periode van healing kun je nu ook het gevoel hebben. Het is, ja, ik sta weer open voor iets nieuws. Maar je vindt het moeilijk met die pentakels 4. Dat is nog steeds iemand die anderen op afstand houdt, dingen voor zich houdt, niet geeft aan een situatie. Dus dat is eigenlijk het actuele thema voor deze reading. Maar de situatie zal verbeteren en dit is ook een kaart van hoopvol zijn. Onderweg zijn naar je bestemming. Je geluk volgen. Maar het kan dus woensdag zijn, zo zijn dat je inderdaad nog ja, echt na aan het denken bent hierover. Hoe ga ik datgene manifesteren wat ik wil manifesteren? En ik zie ook dat voor sommigen van jullie dat je inderdaad echt uitgeput bent. Mentaal ook uitgeput bent en het allemaal even niet meer weet. Maar ik zie dus dat hier meer ja, balans in gaat komen. Een hele grote verandering gaat er plaatsvinden. En het kan ook een innerlijke verandering zijn met die doodkaart. Een innerlijke transformatie waar je doorheen gaat. Ingevingen, inzichten, waardoor er meer balans komt. En in plaats van inderdaad vast te blijven houden aan wat er mis is gegaan, inderdaad dit meenemen als een les. Dus hieruit het positieve nemen om een verandering daarin aan te brengen en een positieve verandering. Datgene wat er mis is gegaan, dat kun je juist gebruiken in je levensles als het ware. Kijk, we hebben een nieuw begin onder op het dek. Dus er gaat een frisse nieuwe start zijn. En dit is ook een kaart van zelfverzekerdheid, optimisme. Een hele vrolijke, vreugdige, jeugdige energie. De dwaas. Hij begint zijn reis zonder al die bagage die je hebt meegenomen. Met een schone lei ergens aan beginnen. Naast de sterkaart. Ze hebben een hele mooie energie. Waterman. En ramenergie. Het kan ook iemand zijn die je helpt. Op die reis naar healing, naar meer balans vinden, naar je geluk vinden met die kelkenaas. Naar jezelf meer durven te openen. In ieder geval word je je ervan bewust dat het een bepaalde situatie ja, niet goed voor je is met die zwaarden 7. En inzichten krijgen, hoe kan ik het makkelijker maken voor mezelf? Het omarmen van je innerlijke kind. De kelken 6 hebben we hieronder op het dek. Maar het kan ook te maken hebben met relaties. Waarin er conflicten waren, waarin er oneerlijkheid was. Waarin er geen gelijkwaardigheid was. Geen balans was. Dit kan ook iets zijn wat ja, nog steeds een invloed heeft en wat je los zult moeten laten. Iets waar je nog steeds op aan het wachten bent, als het ware. Een situatie of een persoon waarvan je nu echt ja, besef krijgt, het is tijd om het af te sluiten. Dus dit is jullie boodschap. Als het resoneert, laat het me weten in de reacties. Ik wens jullie een hele mooie dag toe en tot morgen weer. Dag!